Mijn moeder heb ik onder zien kapot gaan. Die dacht echt van, wat heb ik misgedaan? Ik blode veel, maar ook wel ecstasy, speed, coke. Ik voel echt zoveel spanning hier. Hoeveel bier dronk je? 8,5 liter van 12%. Oh, de hoogte is helemaal lijp. Hoe gaat het? Ja, dat ik die keer zelf nooit heb geprobeerd te plegen. Wij krijgen kinderen hier binnen, honderden per jaar. Waar tegen gezegd is, je bent uitbehandeld. We kunnen niks meer voor je betekenen. Hop, sneller, sneller. Ik walg eigenlijk best wel van mezelf. Dat ik mezelf dit heb aan kunnen doen. Ik voel me niet mannelijk. Ik word er gewoon dagelijks geconfronteerd met het meisje wat ik was. Weet je wat je dan zegt tegen zo'n kind? Wat zeg je dan? Je zegt gewoon, ik ga maar eigenlijk gewoon dood. Want er is geen plek voor jou in deze maatschappij. Klinkt misschien gek, maar ik vind bloedzien ook heel fijn bij mezelf. Dat heb ik echt nog nooit zo gezegd. We hebben besloten om je behandeling te stoppen. Ja, ik heb echt super erg hoogtevrees. Ik zit echt met mijn beentjes te trillen. Ik trots mag zijn dat ik deze stap nu heb gezet. Wat is je droom? Mezelf terugvinden en gewoon gelukkig zijn. En moeder worden. Ik ben trots op je, jongen.